Hi, ik ben Jasper. Ik was je even je naam kwijt. Nee. Ik ben Stijn en wij maken Streetlab. Ja. Wat vinden jullie van jullie nominatie voor de televisie hierin? Ja, dat we bij de laatste 10 kansen hebben zitten dat, van de televisiering is natuurlijk... Ja, ja, dat is gewoon te gek. Hoe bedenken jullie een idee voor een video? Ja, dat komt eigenlijk heel spontaan ons aan die ideeën. Het is niet echt dat we daar een vaste methode voor hebben. Het is gewoon als we een idee hebben, dan gaan we erover praten en brainstormen en dan werken we dat uit. Wat is het allertofste experiment dat jullie hebben uitgevoerd? Oeh, ja, dat verschilt wel per persoon. Iedereen heeft denk ik zijn eigen favoriet. Voor mij was dat toch wel dat ik als Rody binnenkwam bij de Cooks, de band. Maar dat zijn jouw helden. Ja, dat is gewoon waanzinnig vet. Dat ik gewoon uiteindelijk zelfs met hun op het podium stond. Dat ik die gasten gesproken heb en ze reageerden er super tof op. Dus dat was voor mij. Dat maakt het zo leuk. Ja, voor mijzelf vind ik nog steeds het vetste dat ik eigenlijk heb meegetraind bij Schalke en bij Utrecht. Ja, weet je, voetballers zijn voor mij gewoon een beetje goden. En daar mag je dan even een balletje naartoe paasen. Ja, het stelt natuurlijk geen reden. Het ging ook niet van harte dat balletje paasen. Maar weet je, ze reageren uiteindelijk gewoon heel erg tof. En dan is het gewoon super leuk dat je een droom, want dat, nou, heel veel mensen willen als klein jongetje voetballer worden. Maar voor de meesten, en daar hoor ik ook gewoon bij, gaat het gewoon niet weggelegd. Nee, ik heb gewoon geen talent. En dan mag ik toch even een balletje overpaasen. Ja, dat is fantastisch. Hebben jullie ook wel eens gekkigheid op school uitgehaald? Zeker. Nee, ik was heel... Je was heel lief op school, ja, hè? Ja. Ja, nee. Nee, maar op school waren wij ook al redelijke bengels. Maar, nou, bengels, nou, ik denk dat kom wij... op nou. School-tv hebben we inderdaad gemaakt. En daar gingen we wel uittesten hoe het was om met eerste klassers te spijbelen. Wat de regels van de school, of die goed werden nageleefd. En dan gingen we dan net even over het grensje. Ja, maar ja, het is kattenkwaad. Ja, tuurlijk. Maar goed. Voor kattenkwaad. Het begon al wel op de middelbare school. Bengels. Bengels. Vind ik dan een mooie titel. Dat zei ik. Bengels. Nee, dat, ja. Nee, dat zei je. Hoe ben je als de camera uitstaat? Heel vervelend. Vooral Stijn is niet te genieten als de camera uit is. Nou, eigenlijk zijn we wel redelijk onszelf. Doe eens even zoals je van. Zo zijn wij als de camera uitstaat. Ja. Dit gezicht is een beetje mijn gezicht van in het dagelijks leven. Ja. Ja, dat is echt Stijn. Wat nou, dit is gewoon Stijn.